Goedemiddag. De partij N-VA die doet zoals Donald Trump. Altijd opnieuw mensen tegen elkaar opzetten. En ze doet dat vanuit de regering met de steun van Ogarme, CD&V en premier Charles Michel. Dat zegt althans de oppositie. En klinkt het bijvoorbeeld, in die begroting zitten wel besparingen en we gaan wat flexibeler werken, er komt een nieuwe loonnorm. Maar wat er niet in zit, is een meerwaardebelasting. Of nog niet, het is maar hoe je het bekijkt. We debatteren erover met Zoal Demir, Kamerlid voor N-VA. Goedemiddag. En Christophe Calvo, fractieleider van Groen. Meneer Calvo, u zei dat die N-VA doet zoals een Le Pen, een Wilders, mensen tegen elkaar opzetten. Hoe bedoelt u juist? Ja, eigenlijk is de uitspraak ingegeven door een stukje heimwee. Ik heb het ook al eerder gezegd, ik heb wat heimwee naar de N-VA van 2009. Toen nog een partij van volksnationalisten met ook soms uitgebroken sociale standpunten. En vandaag is het helaas bij de N-VA steeds vaker over anderen iets niet gunnen, werkzoekende, vluchtelingen. Walen worden wel volop gesteund, vermogens en multinationals. En dat is een versie van het nationalisme die mensen tegen elkaar opzet. Die een stukje begrijpelijke gevoelens van angst omzet in haat en onverdraagzaamheid. En dus inderdaad, helaas zou ik zeggen. Ja, mevrouw Demir, waar is de Trump in u? Ik voel me helemaal niet aangesproken. Hè. Ik stel alleen maar vast dat meneer Calvo in Mechelen in de coalitie zit met die Trumps. En twee, ik associeer Trump met iemand die heel simplistisch nadenkt, die geen oplossingen geeft, die geen verantwoordelijkheid neemt, die roept vanuit de zijlijn. Meneer Trump heeft een toren, meneer Calvo blaast hoog van de toren. En bijvoorbeeld, als we naar heel dat debat rond racisme gaan kijken van Luc van Biezen, meneer Calvo was eerst, zei, oh, dat is racistisch, dat kan niet, dit en dat. Maar ik heb daar geen oplossing gezien. Ik was daar heel concreet in. Ik heb gezegd, kijk, laten we gaan praten, laten we een dialoog gaan met die Marokkaanse jongeren. En dan vind ik het, meneer Calvo, uw boek heet Fuck de zijlijn. Maar ik stel dan ook vast dat u dus zelf de zijlijn bent. U staat links van die zijlijn. Meneer De Winter staat rechts van die zijlijn. U bent gewoon de groene De Winter. Oké. Okay, groene Philip De Winter. Zoal maakt er nu iets heel persoonlijk van. Ik heb geen probleem met Zoal, wel in tegendeel. Ik respecteer ook haar overtuiging. Het is alleen een andere dan de mijne. En wat, gelukkig zijn er ook verschillen tussen Trump en de N-VA. Maar de belangrijke gelijkenis tussen beiden is toch wel dat ze zeggen het op te nemen voor gewone mensen. Zeggen hen een stem te geven. En eigenlijk hen heel vaak in de steek laten. En dat zie je ook opnieuw in deze begroting, waar opnieuw heel veel beslissingen tegen de belangen van gewone mensen zitten. Zie je ook in het debat rond CETA, waar partijen zoals de N-VA toch de kant kiezen van multinationals, eigenlijk een stukje kant kiezen tegen onze democratie. En dat is het inhoudelijk debat dat ik heel graag aanga. En dat gaat niet over mij persoonlijk of zowel persoonlijk. Interesseert maar wie heeft begonnen? Wie is beginnen zeggen? En ja, ik zal dat blijven zeggen, vooral ook omdat we betalen daar als land een zware prijs voor. Omdat je die dingen ook niet los kan zien van elkaar. Je kan dat onrechtvaardig sociaal-economische beleid ook niet loszien van een stuk angst en verdeeldheid in de samenleving. Er zijn begrijpelijke gevoelens van angst, maar net door onrechtvaardige beslissingen neemt de angst voor het vreemde, voor vluchtelingen toe. En dat is een beetje het perfide aan de strategie van de N-VA. En ik zal dat rustig, maar duidelijk blijven zeggen in het parlement en daarbuiten. Maar ook rustig als u hier de groene Philip De Winter genoemd wordt. Blijft u daar ook rustig bij? Ja, ik beschouw dat niet meteen als een compliment. Ik denk dat de verschillen ook wel duidelijk zijn. Maar het is wel zo dat wij als Groen heel duidelijk de handschoen opnemen. En in die nieuwe breuklijn die je toch wel steeds meer ziet opduiken, open versus gesloten, verbinden of verdelen, nemen wij de handschoen op ten aanzien van de N-VA. En dat zal hen soms een beetje op de zenuwen werken, maar dat beschouw ik dan eerder als een compliment. Mevrouw Demir, die zijn handschoen opnemen. Kijk, ik stoor mij helemaal niet aan een inhoudelijk debat. En ik ben er ook voor. En daarmee, ik ben ook blij dat er een verschil is tussen meneer Calvo zijn stijl en mevrouw Almaty haar stijl. Maar meneer Calvo verwijst, ja, de N-VA neemt het niet op voor die werkende klasse. Allee, ik denk, als er één maatregel is waar dat deze regering keihard op heeft ingezet, dat is net die jobcreatie, waarin dat we ook geslaagd zijn. Kijk maar naar de cijfers, die zijn er. 70.000 jobs die daarbij gekomen zijn. Tijdens de vorige legislatuur, toen hoorde ik meneer Calvo niet zo hard als dat ik hem nu hoor. Tijdens de vorige legislatuur, meneer Calvo, had je 13.000 jobs die gecreëerd werden door de overheid. Allee, 10.000 door de overheid en 3.000 door de privé. En dat is natuurlijk het verschil tussen dit beleid en het linksbeleid van de vorige legislatuur. Wij zetten in naar jobs. Wij willen dat mensen die kunnen werken, want dat vind ik wel heel belangrijk, die kunnen werken, dat die ook, die hebben ook recht op een job. Werken is
geen schande, hè, meneer Calvo. Maar ik wil meneer Calvo... Maar absoluut niet. En vooral daar gaat ook geen, er hangt geen poster van de vorige premier boven mijn bed. Nee, nee. En ik wil het dadelijk even over die jobs hebben. Mm-hmm. Daar gaan we wat dieper op ingaan. Mm-hmm. Maar ik wil eerst nog even iets voorleggen. Die actualiteit dan, dat dringt zich op. CITA bijvoorbeeld nu. Mm-hmm. Een Bart De Wever, N-VA-voorzitter, die daar zegt dat wat Paul Magnette doet, dat mm-hmm. wansmakelijk is. Dat hij zegt dat Wallonië als regio onherroepelijk verloren is. Bedoelt u dat dan? Is dat dan? Het is voor mij een voorbeeld van inderdaad de N-VA die het ingaat tegen de belangen van gewone mensen. Ook vaak zelfstandigen en KMO's in deze. Ik kijk ook wie er zich recent roert en kan kiezen een stuk voor de belangen van multinationals. En ik denk eerlijk waar dat CITA is geen communautair debat is geen debat van ondernemend Vlaanderen versus communistisch Wallonië. Hè. Want de vragen die het Waals gewest nu naar voren brengt, zijn exact de vragen van het Duits Grondwettelijk Hof. En ik heb het nog even aangekeken voor ik naar hier ben vertrokken. Er zitten geen peesters in het Duits Grondwettelijk Hof. Wallonië, met voor mijn collega's van... Is uw partij het dan eens met Paul Magnet? Wij zijn het absoluut eens dat dat akkoord moet aangepast worden. En ik dus denk op dezelfde lijn daar? Ja, op dat vlak, we zijn veel verschillen met de PS, gelukkig maar op dat vlak, trouwens ook de collega's van Eclot, trekken we aan één zeil. En dit is voor mij, want ik wil er ook hoopvol over zijn, dit is wat er nu gebeurt, is aan die onderhandelaars een lesje in democratie geven. Uiteindelijk doet het Waals gewest wat van een parlement verwacht wordt. Want ik wil, en daar gaat het uiteindelijk over, ik wil als volksvertegenwoordiger het niet moeten onderdoen, niet het onderspit moeten delven voor de belangen van multinationals. Dus het hele verhaal van de arbitragecolleges, waar parlementen buiten spel worden gezet, dat is gewoon niet gezond voor onze democratie. Dus ja, vrijhandel, maar niet dergelijke akkoorden en geen achterkamertjespolitiek. PS staat dus niet alleen, er is ruim verzet ook vanuit Vlaanderen. Het is helemaal niet communautair. Allee, kijk, het vrije handelsakkoord, meneer Calvo, met Canada. Allee, ik denk dat Canada toch een voorbeeldland is van democratie. Ik vind het spijtig dat onze premier er niet meer op lijkt. En dit akkoord is niet van 1-2 op tafel. Hè. Hier is men al heel lang aan onderhandelen. En je hoort dan kritieken. Ja, maar de milieuwetgeving wordt nu nagenomen. De normen over arbeidswetgeving. Dat zit er allemaal in. Maar waar gaat dit over? Waar gaat dit niet van de PS? Pas op, de niet van Magnet wordt voorafgegaan door een protest van de ecologisten, hè, waar dat u fractieleider bent, meneer Calvo, want jullie zijn één partij. Ik heb een probleem om dat toe te geven, dat wij daar onze rol spelen. Ik vind inderdaad, dat jullie zijn, andermaal aan dat wij inderdaad zijn, op inhoud aan politiek doen. Ik ga even verder uitspreken, meneer Calvo. Jullie zijn één partij, jullie zijn unionistisch. Maar waar gaat het over? Hè? Als u weet dat 90% van de export naar Canada vanuit Vlaanderen komt, als u weet dat zelfs een Cyprus, meneer de Meulemeester, die linkse man vanuit Griekenland, als die zelfs een ja zegt, als zelfs de sociaaldemocraten in Duitsland een ja zeggen, dan vraag ik me af over wat gaat het debat. Te meer, en daar erger ik mij aan, meneer Calvo, toen dat u in de regering zat met Paars, heeft Magda Aalvoet de wapenuitvoer naar Nepal goedgekeurd. Hè? Naar wapenuitvoer naar Nepal. Dit gaat niet over wapenuitvoer. Hè? Dit gaat over een open economie, economie drijven, onze KMO's in Vlaanderen de gelegenheid geven om op een gemakkelijke manier economie te drijven met Canada. Dit gaat niet over mensenrechten, zoals met China of Saoedi-Arabië. Noem maar op, maar dit gaat over een vrije economie. Laatste korte reactie. Ja, maar dus, ik denk dat dit echt gaat over hoe functioneert onze democratie. En ik hoop in elk geval, ik hoop dat er een akkoord komt. Ik hoop dat het handelsverdrag wordt aangepast, want ik ben pro-vrijhandel, maar niet op die manier. En ik hoop vooral dat de boodschap die Magnet geeft, maar vooral heel veel burgers en organisaties vandaag geven, niet op die manier. Geen multinationals die het halen van belangrijke en sociaal-ecologische doelstellingen. Ik hoop dat die boodschap doordringt. Hè. Recent heb je eigenlijk een gelijkaardig verhaal gezien. Jan is in ons eigen land ook achterkamertjespolitiek. Ik ben hoopvol. Ik hoop dat het einde is van een oude politiek waar meer naar burgers wordt geluisterd en waar de belangen van gewone mensen hoger op de politieke agenda komen. Ja, dankjewel. Dit gaat niet over een achterkamerpolitiek. Dit gaat over een gijzeling van meneer Calvo en zijn partij en de PS. Van, niet alleen van Vlaanderen, maar van heel Europa. Over iets dichter bij ons, onze lonen namelijk. Er komt een nieuwe loonnorm. Negatief, ons loon zal misschien iets minder snel stijgen. Maar positief, dan kunnen we beter concurreren met de buitenlanden. En onze werkzaamheidsgraad is te laag. 10% lager dan in buurlanden zoals Duitsland en Nederland. Ja, meneer Calvo, wat de regering zegt is, meer werkenden, minder uitkeringen. Ja, dat klinkt geweldig. Maar arbeid is iets fantastisch. Dus ik zal nooit aanvaarden wat daarnet wordt gesuggereerd. Dat men zegt van, ja, maar een groene partij die houdt niet van jobs of die vindt dat mensen moeten thuiszitten. Absoluut
absoluut niet. Hè. En mijn belangrijkste kritiek was eigenlijk vorige week ten aanzien van de premier dat eigenlijk het jobrapport van deze regering helemaal niet zo fraai is. Hè. Twee cijfers om dat te illustreren. Een derde hoef ik niet te geven, want je hebt u zelf gegeven. De werkzaamheidsgraad zit niet goed. Twee andere die ik wil meegeven. Op vlak van jobcreatie, tweede kwartaal 2016, was België top 2 na slechtste in Europa. Alleen Kroatië en Finland deden het slechter. Twee, men klopt zich op de borst over de 70.000 extra banen die er zijn bijgekomen. Dat is exact wat het planbureau in 2013 had voorspeld voor 2015 en 2016. Dus het regeringsbeleid is niet die duw, dat pleidooi voor de werkstelling die het zou moeten zijn. Kan en daarom denk meenemen, ik... want u ziet 70.000 jobs, voor de duidelijkheid een deel deeltijdse jobs, maar al wel 3/4 deeltijdse jobs. Maar wat u zegt is eigenlijk een vrucht van het beleid van Di Rupo, de vruchten die jullie nu plukken. Ik heb dat vooral duidelijkheid, ik probeer ook correct en feitelijk te zijn. Het is wat het planbureau voor 2015 en 2016 had voorspeld. In 2013. In 2013. Dus de impact van het beleid is maar beperkt. En dat zou veel sterker kunnen zijn als we bijvoorbeeld de fiscaliteit verschuiven van arbeid richting de grootste vermogens. En dat is eigenlijk vooral ons pleidooi om die prioriteit, die jobs moeten zijn, om daar eigenlijk nog meer dan een tand bij te steken. Ja, maar het was dus eigenlijk al lang voorspeld, zelfs in die Rupo-tijden. Maar tijdens die Rupo heb ik die jobs niet gezien. Integendeel, er zijn toen heel veel jobs verloren gegaan. Maar wat hebben wij gedaan? Hè? We hebben twee dingen gedaan. Eén, de lasten op arbeid. Die zijn heel hoog. Het is niet wat mensen netto op een loonbriefje krijgen, hè, want daar gaat de discussie nu over. Maar het gaat wel over de kost, de loonkost in België die veel te hoog is. Klopt, en wat hebben wij gedaan? Wij hebben in het eerste gedeelte geprobeerd om de loonkostenhandicap die er is ten aanzien van onze buurlanden, om die naar beneden te halen. Ja. Want dat is heel belangrijk. Als je een gezonde ondernemingsklimaat wilt, als je wilt dat bedrijven mensen gaan aanwerven, en we hebben dat gedaan met een aantal maatregelen, zoals de loonmatigingsmaatregelen, maar ook, jammer genoeg, hè, dat geef ik ook eerlijk toe, de indexsprong. En dat heeft geleid tot die 70.000 jobs. En nu hoor ik vanuit de oppositie, ja, maar dat zijn deeltijdse jobs en dat zijn interim jobs en dat zijn 4/5. Wel, ik vind dat schamelijk. Ik vind dat zelfs pijnlijk dat men zit neer te kijken op deeltijdse of interim jobs of 4/5 jobs. Want wat dat ik heel belangrijk vind, en ik kan het niet blijven herhalen, meneer Calvo, want u heeft al verwezen naar een Demir-doctrine. Allee, er is geen Demir-doctrine. Wat dat ik wil... Wat is de Demir-doctrine? De Demir-doctrine is dat ik de uitkeringen van de mensen wil afpakken en de mensen tot armoede wil leiden. En dat is niet wat ik wil doen. Klopt dat, meneer Calvo? Ik ga even mijn zin afmaken, meneer Calvo. Dat is net heel die discussie ook over de bruto maandlonen van jongeren. Hè. Die hebben we naar beneden gehaald. Netto gaan de jongeren dat niet voelen. En het gaat over 18-jarige jongeren tussen 18 en 21 jaar, laaggeschoold, die heel moeilijk aan werk geraken omdat ze één geen diploma hebben en omdat ze ook tot op heden bruto veel te duur waren. En we hebben die bruto lonen naar beneden gehaald. En dan hoor ik meneer Calvo ook tijdens de debatten echt roepen en schreeuwen, meneer Calvo, ja, je gaat die jongeren in de armoede duwen. Nee, hè, ik ga ze... De bedoeling is dat die jongeren worden aangeworven. En het planbureau heeft dat ook heel duidelijk gezegd. 1000 jongeren die op die manier aan werk zullen geraken. En ik vind dat heel belangrijk. En dan heb je twee modellen. Kan kort even, heel kort, meneer Calvo, laten reageren nog, want... Ja, dus er zijn de 1000 jobs voor de jongeren. Twee modellen. Je hebt het model waar ik voorstander van ben om jongeren zo snel mogelijk richting werk te begeleiden. Hè, want ervaring is heel belangrijk. En werk leidt tot werk. En je hebt een tweede model. De modellen die we ook in dit land hebben gezien met de wachtuitkeringen. Jongeren die rechtstreeks van de schooluitbanken komen en die dan naar de uitkering worden geleid. Vooral het concept van links. En daar pas ik voor. Meneer Calvo, over die jongerenjobs, voor de duidelijkheid, het netto-loon blijft hetzelfde, minder bruto-loon, bouw dat wel minder recht op, maar wat is daar het probleem? De discussie die we in de Kamer daarover gehad hebben, was er vooral een waar ik vond dat de onzekerheid waar heel veel jongeren mee geconfronteerd worden, dat die veel te weinig een stem krijgen. Een stem krijgt in het parlement en dat daar nogal heel laconiek werd gesproken over jonge mensen wiens leven vandaag absoluut niet makkelijk is. Ondertussen is het misverstand de wereld uitgeholpen. Blijven de netto-lonen stabiel, hoewel er ook nog een tabel en cijfers van de N-VA zelf zijn verschenen die het tegendeel suggereren. Dus het was denk ik een dramatische communicatie. Maar de maatregel heeft ook nog altijd wel impact op de jonge mensen in kwestie, omdat op die manier ook hun sociale rechten die ze opbouwen op vlak van pensioenen en bijvoorbeeld een eventuele werkloosuitkering eigenlijk verminderen. En daarom denk ik van, kijk, als we samen... Stel, laat ons hopen. Hè, in positieve gedachten, want ik vind dat toch belangrijk ook vandaag. Als we werkelijk de passie voor jobs delen, hè, blijf ik het toch wel vreemd vinden dat voor de financiering van die tech shift,
waarvan de doelstelling logisch en belangrijk is, met name de kosten van arbeid verminderen, daar is geen debat over. Meer mensen aan de slag, dat wil iedereen. Ja, maar we moeten de loonkosten verminderen en niet de lonen van mensen verminderen. En de indexsprong is het verminderen van de lonen van mensen. Wat er gebeurt is bij deeltijdswerkende mensen, mensen die hun nek uitsteken om toch minstens halftijds actief te zijn, die hun lonen zijn drastisch afgenomen. Niemand zijn loon is achteruit gegaan. Ik wil dat toch even benadrukken. Het beschikbaar inkomen is zelfs vooruit gegaan. Hè? Niemand heeft netto... Ja, maar meneer Calvo, als u iets zegt dat niet correct is, wil ik dat bij deze ook rechtzetten. U moet mij zeggen, wie heeft netto minder loon gehad? Zeg mij dat. Welke groep heeft minder netto loon gehad? Ik wil nog even iets, want dit gaat nu over... Die uitnodiging kan ik niet afstaan. Indexsprong, pensioenbonus, het inkomen van deeltijdswerkende mensen, dat zijn mensen die aan de slag zijn, die het door maatregelen van deze regering moeilijker krijgen. Vandaar mijn pleidooi. We kunnen meer aan tand bijsteken op vlak van jobcreatie, maar dan moeten we de loonkosten aanpakken in plaats van de lonen. En moeten we vooral werk maken van die fiscale rechtvaardigheid. Wel, daar wil ik even op inpikken. Nee, mevrouw Demir, ik wil daar heel kort op reageren. Ik wil dat heel hard benadrukken, want ik vind dat heel belangrijk. Geen enkele beroepscategorie is netto achteruit gegaan. En het belangrijkste, dat is nog een cijfer, 15% van onze inwoners leeft in een gezin waar dat er amper iemand werkt. Als dat de sociale welvaarstaat is van dit land, over die fiscale rechtvaardigheid. U zei in april dat dat de vakbonden gelijk hebben, dat er een meerwaardebelasting moet komen. Wat vindt u van het resultaat nu? Het zal onderzocht worden. U wil dat, zo'n meerwaardebelasting. Ik heb altijd gezegd dat ik geen taboes heb. Allee, ik ben een politicus die echt naar alles wil kijken. Wat vindt u van deze piste nu? Het zal onderzocht worden. Teleurgesteld? Kijk, dubbel. Eén, ik vind het jammer dat de vennootschapsbelasting, heel die hervorming, dat uitgesteld is. Want ik denk dat meneer Calvo het ook zal bevestigen. Ja. Ook in de Kamer, daar zijn gekoppeld we het over eens. Aan die rijkentaks. Daar zijn we het over eens. Er moet een hervorming komen voor onze KMO's. Ja. Er mag zuurstof komen. En twee, CD&V heeft helemaal op het einde een voorstel op tafel gelegd dat 70 miljoen of 80 miljoen zou opleveren. Ja, mijn grootste bedenking is dan, treft dit zogezegd de grote vermogens? Dus wil ik daarnaar kijken? Ja, absoluut. Ik heb geen taboe, maar ik wil absoluut niet dat we een belasting gaan invoeren dat de middenklasse gaat strijden. Want ook naast de lasten op arbeid hebben we ook heel veel belastingen op vermogen. Dus de formule van de CD&V was onvoldoende. Moet het meer opbrengen? Want 70 of 80 miljoen is in begrotingstermen niet veel. Moet het meer opbrengen voor u? Ja, ik denk dat we verstandig eens moeten kijken van wat bestaat er al? Wat bestaat er al op belastingen op arbeid? En kunnen we daar een verschuiving in realiseren? Ik denk dat dat heel belangrijk is om nu te zeggen van ja, we gaan daar één ding uitpikken en dit gaan we invoeren zonder dat we erover nadenken. Mijn bezorgdheid is vooral, ik behoor mee tot die werkende middenklasse. Ik wil niet dat die mensen die al heel veel belastingen betalen in het land op hun roerende voorheffing, de onroerende voorheffing, de registratierechten, de erfenisrechten, de schenkingsrechten, om daar nu nog bovenop iets in te gooien. Ik denk dat we dat wel moeten bekijken en onderzoeken en dan met een globaal akkoord moeten komen en niet met een cherrypicking. Korte reactie, laatste. Je hebt nieuws. Er is een trendbreuk. De regering belooft om geen facturen meer te leggen bij de middenklasse, wat men de voorbije twee jaar helaas veel te veel gedaan heeft. En wat ik vooral hoop, is dat we uit die houtgreep komen van die drie partijen. Want uiteindelijk heeft elk partij zijn taboe, waardoor die fiscale rechtvaardigheid er niet komt. We moeten die drie dingen doen. We moeten spaargeld mobiliseren om zuurstof te geven aan onze economie. Die vennootschapsbelasting die moet eerlijker en eenvoudiger, meer op maat van KMO's. En er moet een eerlijke bijdrage komen van de grootste vermogens. En op dat vlak ben ik zeer hoopvol. Denk ik dat de oppositie echt die regering duwt richting bepaalde punten. En ben ik van overtuigd, als men die roep om rechtvaardigheid niet inmuligt, als men die eerlijke bijdrage van de grootste vermogens niet gaat doen, dan gaat men blijven van het ene probleem naar het andere sukkelen. En ik ben zeer strijdbaar om op dat inhoudelijk debat, want daar gaat het over, de regering te blijven opjagen. Demir, even de laatste minuut moeten we helaas afronden. Het venijn zit dan in de straat. Collega Jeff Artois bedenkt dan altijd enkele venijnige dilemma's. We hebben het u enkele maanden geleden gevraagd. Burgemeester van Genk, want u heeft er nu een huis gekocht, of minister? Ik denk dat niet verstandig zou zijn om daar uitspraken over te doen. Hè. Dus nu even zien dat we nog een aantal... Ja, ik ga niet kiezen. Ik zet mijn joker in. Meneer Calvo, burgemeester van Mechelen, u Mechelen, of voorzitter van Groen?
We hebben een heel goede burgemeester, we hebben een heel goede voorzitter op dit moment. Dus het is geen enkele sollicitatie op korte termijn. Maar wat het meest me aanspreekt, burgemeester van de gemeenschap. Meer dan het voorzitterschap van een partij. Nu zijn we hier uit de wel. Mevrouw Demir, met de Groenen of de Socialisten, als u moet kiezen. Ik heb met de Groenen bestuurd destijds in Antwerpen een hele nieuwe, frisse coalitie. En ik moet zeggen dat ik daar echt goede ervaringen in heb. KV Mechelen of vanavond café met mevrouw Demir? KV Mechelen. U laat de vrouw alleen dan? Dat is vooral mijn passie voor voetbal die opsteekt. Dank u wel, Christophe Calvo en Zoal Demir, om hier te zijn. Volgende week is het parlementaire reces, allerheilige vakantie. Wij doen daar ook aan mee, dus zijn we een weekje niet. Maar vanaf dan weer elke dinsdag op vtmnieuws.be, 15 uur.